What does Marcello's Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leave Maar But where? I have to return some videotapes. <laughs> yes, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocode met vandaag... 10 minuten Ninja Turtles... Mutant Mayhem. Mijn naam is Horun. En mijn naam is Mirza. En wij zijn vandaag naar. Uh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Mutant Mayhem. Zullen we gewoon Mutant Mayhem zeggen of Teenage Mutant zeggen? <laughs> of Ninja Turtles. Ninja Turtles. Laten we Ninja, Ninja, Ninja Turtles zeggen. Turtles, ja, dat is het beste. Ja. Uh, Ninja Turtles, afgelopen woensdag in première gegaan. Um, dat is voor de al um, Zes dagen geleden. <laughs> <laughs> uh, met, uh, ja, uh, een nieuwe, nieuwe lichting. Nieuwe lichting, ja. Nieuwe kant, nieuwe, nieuwe visie. Ja. Uh, geproduceerd door Seth Rogen. Um, ja, een volledig rebuild van de, de Mutant Ninja Turtles uh, verhaal. Hmm. Um, ja. <laughs> ja. <laughs> Waar gaat het over? Eh... Uh ja waar gaat het altijd over het is, ik heb het idee dat uh, de Ninja Turtles een beetje hetzelfde verhaal hebben qua elke film want ja. er zijn meer want er zijn meerdere uh, animatiefilms uitgekomen ja. van uh, Ninja Turtles ja. het, uh, je ziet altijd natuurlijk ook bij deze film hoe het is hoe ze zijn ontstaan door een uh, soort van uh, chemische slijm een chemisch goedje een chemisch ja. goedje dat in de riool is gevallen en uh, op hun toen, uh, toen ze kleine schildpadjes waren op hun is uh, gevallen Ten eerste, wat doen die schulpadden daar eigenlijk? Dacht ik ook zo. Ook ja, van. dat, wel, <laughs> dat wel. Maar ja, dat is ook uh, gevallen op uh, meest sprinter, toch? Ja, Sprinter uh, de Sensei, uh, inderdaad. Die is er ook altijd weer. Ja, en uh, ja, hoe het is ontstaan. En uh, later zien we dat ze groter zijn geworden. Ze zijn teenagers. Ja. En uh, ze beginnen steeds meer te ontdekken van uh, de, onze leven in, in het riool. En ze beginnen steeds meer de buitenwereld te ontdekken. En. Soort van te missen, denk ik, of of iets? Um, ja, hoe moet ik het zeggen? Verlangen naar verlangen naar ja, nieuwsgierig. Precies. Ja, zijn uh, tieners ja. uiteraard en ze willen uh, normaal leven leiden naar ja. school enzovoort, enzovoort. En geaccepteerd worden, ja, want uh, meestal, als ze naar buiten komen, en iemand ziet ze, dan is het van ja, <laughs> oh, klootzakken zijn wij ook eigenlijk hè, als ja. mens. Zijnde ja, eigenlijk wel. <laughs> Ja, want zijn die mutants, weet je wel, gauw uh, achter, ja, moeten ze vangen dit dat, maar ze willen geaccepteerd worden en in de normale samenleving willen ze het meedraaien. Ja en, ja, en dan is er uiteraard weer gewoon een Willen. en die villain heeft een masterplan. Um, ja. Ja, en dan uh, moeten de mutant ninja turtles, moeten dan uh, de wereld gaan redden. Ja. Um, laten we beginnen man, uh, wat had nou. je vooraf verwacht? Uh? Um, qua verhaal ik had wel verwacht zeg maar dat dit verhaal weer zo hetzelfde zou zijn want dit is heel vaak zo zeg ja, maar. Gewoon, gewoon pizza etende ninja turtles precies van hoe het is ontstaan weet ja. je wel en ze er is een vijand en ja. die verslaan ja, net ze uiteindelijk dat was Batman uh, ja precies dus qua verhaal oh, is, had ik ja. er niet echt super veel van verwacht of zo uh, ik weet niet ik had, er, ik had er tegen gezegd ik had er ook niet zo zin in ik weet ja. niet omdat het zo vaak misschien is gemaakt ja. en van dit is weer de zoveelste ja, zeker. Uh, maar ook, ja, ja. ja weet, weet je wat het ook is? Ik had in het begin... Dit, dit is eigenlijk zo'n lastige dingen. Hellboy ook. Je had er zo vaak een film van gemaakt, ja. um, maar steeds weer niet goed. Ja. Um, Mute Ninja Turtles is gewoon naar die animatieseries uh, van Wayback back. Uh, ja. Dat zwart-witte enzovoort. Um, ja, de films die gewoon de afgelopen twee decennia zijn uitgekomen, zijn gewoon slecht. Ja, ja. Um, ja, die Ninja Turtles die zijn echt mutant gewoon in die films. Ja, klopt. Ze uh, zien er niet gezond uit. Ja. Um, dus ik was een beetje van ja, het moet nu goed gaan of uh, het is heel mager mm -hmm. um, Ik zag de trailer, ik was enthousiast. Ik vond de tekenstijl, animatiestijl ook echt super vet. Mm -hmm. um, ik had stiekem ook wel een beetje vertrouwen in Seth Rogen. Um, ja. Seth Rogen, ik ben wel een fan van Seth Rogen. Hij doet meestal als hij iets doet, doet hij het wel goed. Um, en hij heeft dus de productie op zich genomen um, om dit te doen. Um, zijn muziekgenre, uh, muzieksmaak is gewoon goed, zijn humor mm. is meestal gewoon goed. Ja. Um, ja, ik weet niet ook of hij echt die animatiestijl heeft bepaald. Misschien ook weer wel. Misschien zegt hij nou, ja, dit vind ik nice, dit vind ik niet nice. Ja. Um, maar hoe het allemaal bij elkaar is gekomen, uiteindelijk. Ja. Dit is echt gewoon <kwijnt> dingen geweest dat ik dacht van. Ninja Turtles, yes. Ik ben echt gewoon teruggegaan naar, na, naar mijn jeugd of zo. Yeah. Ik was eigenlijk gewoon e echt weer enthousiast over de Ninja Turtles. Um, dit heeft gewoon de hele Turtles. De, de hele, ja, alle films eigenlijk een beetje gewoon weer moeten redden of zoiets. Yeah. heeft gered. Um, ik heb eindelijk gewoon weer zin in nieuwe Ninja Turtle films. Wat overigens ook is aangekondigd inmiddels. Dat ze oh, de sequel zijn gaan okay. schrijven. Ja. Dat een twee-seizoenen uh, twee serie komt op Paramount Plus. Uh, ik weet niet of die in Nederland ergens te zien zal zijn. Mm. Maar er zal vast wel uh, een manier zijn om hem te bekijken. Ja. <laughs> um, dus ja, ik ben er echt enthousiast over, man. Ik had eindelijk weer van yes, weet je wel. Ja, ik kan een beetje moeilijk omschrijven wat ik erbij voel. Maar ja, ja. ik had er echt weer zin in, man. Dat is een beetje nostalgie, is jeugd. Ja. Oh, ja. Uh, en ik heb er echt van genoten ook van de ja. film, man. Nee, ik heb er ook zo van genoten. Uh, ondanks dat mijn verwachtingen niet zo hoog <kwijnt> waren. Um, maar it, uh, hoe zou ik het zeggen? Ik denk dat het gewoon echt een super goede zet is geweest om Seth Rogen. Hierbij te betrekken. Ja. Want, hoe moet ik het te zeggen? De humor of zo die er is gebruikt. Ja, Ewan. Echt super. Nee, ja, toch? precies. Maar t, um, uh, je, kunt, je hebt humor voor kinderen. Ja. Maar je hebt ook humor voor, zeg maar, jongvolwassenen. Ja. En ik weet zeker ook de humor die erin zit. Ook volwassenen kunnen hierom lachen. Ja. Weet je. Dus het is niet echt een kinder-kinderfilm. Ik heb ook eigenlijk op sommige momenten gehad. Ik denk dat die jongeren dit niet zullen begrijpen of zo. Ja, misschien. Ja. Uh, als je echt jong bent, bijvoorbeeld, uh, de Puuk zijn, weet je al. Yeah. The rain on your yeah, skin. Yeah, yeah. <laughs> Ja, dat. Als yeah. je een kind bent en je Engels nog niet zo heel goed, dan snap je niet wat daarin zit. Yeah. Of het busje van in een auto, uh, uh, dat die uit de vooruit vlogen Weet je wel? Het yeah. nummertje was daar ook alweer op. Uh, 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 maar dat het gewoon yeah. perfect matcht met de situatie, yeah, precies. Zo, dat soort kleine humoristische yeah, 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 dingen yeah. goed ingespeeld met muziek en uh, dialoog. Um, ja, dat zijn dingen dat denk ik denk dat misschien jongeren niet zou begrijpen. Maar het is ook weer goed gedaan in de zin van je kan nu een bredere publiek bereiken. als je Ice Cube speelt natuurlijk uh, Tuurlijk. De, de bak. Ja. Um, ja, Ice Cube kan gewoon lekker schelden. Ja, klopt. <laughs> ja, ja klopt. Maar ja. als je hem dat gewoon niet laat doen, is het ook gewoon gelijk weer toegankelijk voor jongeren. Juist. En ja. uh, dat hebben ze dan waarschijnlijk gedaan ook. Uh, ja. Een bredere publiek bereiken. Ja. Um, we zijn eigenlijk al gelijk overgegaan naar wat we vinden we van de film? Ja, <laughs> um, maar wat vinden we van de cast? van de kassen wel grote namen toch eigenlijk qua, grote namen, ja. qua zeg maar ja die de stem hebben ingespeeld. Ik heb even een lijstje hoor, want het is best wel een brede lijst. Nou je zei al natuurlijk Ice Cube als uh, de grote uh, Superfly, Superfly de film. Superfly inderdaad. Oh um, ze hadden Bruno Mars hadden ze daar opgezet van uh, I'm Fly you can tell me I'm Fly of, ja uh, Gucci made yeah. Bruno Mars ja ja ja. Ze moesten daar eigenlijk Superfly opzetten van uh, Curtis Mayhem was het volgens mij. Ja. Yeah. Uh, ja dat is ook eigenlijk van een film. <laughs> Gaan we <even> googlen, man. <laughs> dat is echt superfly man. Oh, Kurtz Mayfield, sorry. Kurtz Mayfield, mm. superfly. Die moest dus eigenlijk de ondervlak man. Dat zou <laughs> echt top zijn voor mij. Maar ik vind de kast, de, 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 de even terugkomend op de kast. Uh, je had Ice Cube inderdaad. Ja. Um, nou ja, de rest van de namen zijn inderdaad Donatello, uh, Michelangelo, Leonardo, Rafael. Mm. Dat zijn een beetje jongere kindacteurs. Ja. Uh, misschien tieners. Maar er komt ook John Cena, dat is rock steady. Seth Rogen speelt Boy b -Pop. Be Bob. Ja, Maya Rudolph speelt Cynthia Utrom, dat is de villain. Mm. Uh, Rose Bryan, Leatherhead. Uh, en uh, deze vond ik ook heel leuk. Uh, Jack Chan als splinter. <laughs> en Post ik, Malone zat er ook in. Maar ik had dat is niet anders hè. verwacht, Jackie Chen. Eigenlijk. Ja, <laughs> ja, hij is wel zijn Engels is wel een beetje gevorderd. Ja. <laughs> oh, Hannibal Buress speelt er ook in. Uh, Mr. B speelt erin. Uh, ja, ja, maar gewoon echt kleine rolletjes. Post oh, Malone, ja, uh, Post ja, Malone ja. is die zingende guy, die Ray Villay. Ah, Ray ja ja ja, 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 ja. Dat ja, hoorde je ja. ook. Uh, John Cena hoorde ik niet zo Maar John Cena inderdaad staat wel in het lijstje mm -hmm. uh, En het muziek Vond ik heel goed muziek, naast cast. zeker. zeker. Uh, zeker. Ja, cast uh, Laatste tijd doen ze dat heel vaak uh, Maar dan hebben ze hem ook van uh, East Coast Rap heel veel mm -hmm. uh, Tribe Called Quest, Wu-Tang Clan yeah. uh, Was het Public Enemy? Volgens mij had ik Public Enemy ook yeah. ergens op een gegeven moment yeah. uh, Was het Public Enemy? Weet ik echt niet meer. Ja, nee, nee, In ja. ieder geval heel veel East, east Side rap. Ja. Um, maar ja, denk, dan maar heb je hem ook gewoon echt, man. Ik zit zo te boppen met mijn head ja. uh, terwijl <laughs> ik zo in de zaal zit. Ja, 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 ja. Dus het uh, gaat echt lekker op. Maar <laughs> denk je dat Seth Rogen het allemaal heeft gedaan? Zeg maar, invloed heeft gehad? Um, ja, sowieso regisseur is een beetje de doorslaggevende persoon, ja. maar de, de, de visie draagt hij ook natuurlijk over. Ja, ja. Uh, het is niet zo van uh, dat hij zegt van jongens, we gaan een mute Ninja Turtles film maken mm. en dan gewoon volledig handen vanaf houden Ja, nee, tuurlijk. Uh, ja, ja, ja. Hij is ja. wel heel veel betrokken bij het project. Ja, ja. Uh, gaat dan natuurlijk uh, richting op wat een director voor zich ziet, maar uiteindelijk is toch een producent een beetje een bepalende factor. Een ja, 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 ja. beetje nee, een samenspel. Nee, klopt. Beetje passeren. Ik vind het echt een goede, leuke film. Um, zoals ik al zei, dat het echt. Ik had echt dat uh, kindergevoel of zo. Ja. ja, in de zin van. Dit zal weer zo'n uh, standaard kinderfilm zijn. Uh, waarvan uh, de ouders gewoon. de kinderen naartoe moeten gaan. en dan uh, ja. anderhalf uur zo met zo'n chagrijnige kop erbij gaan zitten. Maar die kunnen nu ook gewoon meelachen. Die, die, die kunnen de film ook gewoon makkelijk begrijpen. Ja, zeker. Qua grappen en zo. En dat, ja, is, dat... dat is wel mooi. En ik weet niet wat jij verwacht. of. Ik denk dat het echt een kaskraak gaat worden misschien. Um. Volgens mij doet hij het inmiddels best goed. Ja? Uh, ik heb al uh, gelezen over dat dit echt gewoon uh, de Ninja Turtles film is die we eigenlijk nodig hadden in de Ni Ninja Turtles wereld. Ja. Um, ik weet niet wat hij doet in uh, box office, dat heb ik nog niet gezien. Uh, maar hij scoort wel 7.6 op IMDB en hij scoort er gemiddeld een uh, 3.8 op uh, Letterboxd. Uh, dat is uh, niet niks vind ik ja, ja dat dus is best wel goed ja. uh, maar dat varieert ook per persoon uh, maar daar komen we aan het einde op terug wat ik uh, in mijn gedachten heb qua rating mm -hmm. uh, wat vonden we slecht van de film man slecht ja mm -mm. lastig ik vond het niet echt ja wat zou ik zeggen ik vond het nou, een beetje kort man ja wat ik net zeggen we zijn erin gegaan we zijn uh, eruit gegaan ik zat er uh, net, net lekker in het verhaal dat uh, geschreven is, ik vond het zo, zo opgekropt. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Het kon ook wel wat langer gemaakt worden. Op een of andere manier. Ja, ik, ik, ik snap wat je bedoelt. Ja, ik wil ook niet te, te veel weggeven, zeg maar. Maar een van die eindscènes, dat kon ook wel langer, vond ik. Ja. Het gevecht mocht wel langer, zeg maar. Ja. Het was wel best wel makkelijk. Maar tegelijkertijd, ze zijn <laughs> nog niet zo heel erg ervaren. Ja. Uh, ik denk dat als er een sequel uitkomt, dat dan misschien langer gaat worden. Dat zou kunnen, ja. Ik zou niet ja. precies weten hoe je deze film langer had kunnen maken. Maar ik ben natuurlijk ook geen schrijver. Nee, nee, nee. <laughs> ja, maar de volgende zijn ze natuurlijk wat meer ervaren. Ze hebben al in en uitgeschakeld. En hè, wat ik al zei, de sequence: uh, die plannen liggen er al. En misschien zijn ze er al aan begonnen. Ja. Maar dat ze daar nu ook wat meer ervaring hebben. Ja. Uh, dat ja, ze dan ja, ja. Uh, wat langer met de villain kunnen vechten. Precies. Maar nu was het echt zo van, ja, ze waren verslagen en... Uh, ja, en ze gingen gelijk oh, naar. Dat wat, wat doe ik allemaal. Ja. Ik, ik, ik spoil de hele film. Ja, ja, ja dat wil ik nee, zeggen. Oh ja, ik wou nee. ook niet te veel. Ja, dat dus gaan dood. Oh, shit. Nee, we moeten niet te veel verklappen. Nee. Uh, in de volgende zou dan waarschijnlijk iets langer zijn. Uh, omdat ze wat meer ervaring hebben. Ja. Nee, ik denk. Uh, omdat je net zei dat er een uh, sequel aankomt. Ja. Uh, ik denk dat, het, uh, dat, ze dan al, dat we beginnen dat ze dan al geaccepteerd zijn. En dat ze dan op school zitten. Zeg ja. maar. Dat ze, dat ze sorry, dan meedraaien. Ik, ik had eigenlijk verwacht dat ze keihard gepest zouden worden. Maar... <laughs> <laughs> ja. ja, ja. Maar dat is toch een deel dat we hebben van American High School. Ja, Elke Klopt. overal speel die op school rondloopt wordt gepest. En als je even <laughs> iets anders uitziet, dan ja, ben je gewoon ja, de Sjaak. Ja. Ah, ja. ja, in hun geval zien ze er vrij normaal uit. <laughs> maar, ja, maar het is ook gewoon vrij normaal als er gewoon vier volwassen of teenage schildpadden bij jou binnenkomen met een rugzak op. Zeker. <laughs> zeker net mee. <laughs> ja, op mijn basisschool was dat ook zo. Geaccepteerd. <laughs> <laughs> <Iedereen. lacht> <Ja>, daar, <daarom. lacht> nee, je zei wat over de sequel? Wat zei je over de sequel? Ja, ik denk dat ze dan uh, omdat het altijd het verhaal is: altijd van dat ze soort van in de riool leven en dat ze ja. proberen naar boven te komen. Het gaat altijd hetzelfde. Ik denk dat de sequel nu zou zijn: dat al geaccepteerd zijn in de maatschappij. En dat ze dan misschien uh, nieuwe willens krijgen. Of nieuwe, ik weet niet, misschien ruzie krijgen op school met iemand of zo. Maar, dat daar. Ik heb wel zoiets van, moeten ze uit de Soers? Want de Mutant Ninja Turtles die leven in de Soers, man. Dat is gewoon een dingetje. Ja, klopt. Maar ze, je, je, wat je zegt, het zijn teenagers, toch? Ja. Die willen meer. Ja, oké, okay, dat ja, wel. Ja. Maar ja. gewoon, de origin is gewoon, ja, ze leven in de Soers. Ja, oké. Okay. Gaan ze nu, uh, <laughs> de volgende zit ze in de fila of zo. <laughs> gewoon normaal. Ja, ja. Ah, ah, dan, dan is dat het is geen Ninja kunnen. Turtles meer ja, in mei. Ja, etiek. ja. Maar dat bedoel ik, dan, dan is het verhaal heel continu hetzelfde. Ja, of misschien is het een verandering dat we nodig hebben. Ninja Turtles, uh, millionaire of zo. Weet ja. ik dat is niet zo belangrijk. Hé, hey, welke... Splinter uh, Welke, welke <laughs> ja. turtle is jouw ja. favoriet? Mm. Raphael? Raphael. Raphael, ja. Die uh, met een uh, rode ding. Beetje agressiever. Ja? Ja, Raphael. Ja. Ik had denk ik ook hetzelfde huh? Ik dacht uh, <WHHH> Ja, hij <Frozen> <mez voices> is een beetje de, de crazy bastard. Hij is niet honderd. Ja. Nee, ik denk dat niemand uh, dingen wilt worden. Uh, oh, Donatello. <discordbrid> Donatello is de. Met die paarse, toch? E, ja. ja, ik weet al die kleuren ja. niet meer, man. zo lang geleden. Michelangelo hè? is uh, oranje? Die muted Turtles. Ja. Donatello is paars, inderdaad, ja. Michelangelo is oranje, toch? Michelangelo is toch blauw? Oh, ik dacht oranje. Oh nee, wel oranje. Ja. Ja. Uh, oh ja, Leo, Leo was het ding. Leonardo was blauw. Leonardo was blauw, ja. Leonardo was blauw. Juist. Leonardo is dan juist de captain van het team. Hij is zeg maar de meest verstandige, of zo. Ja, hij is de meest verstandige. En yeah. hij is de red. We don't say that over here. Uh, We uh, zeggen dus uh, in de film naar de kijkers. zeggen in uh, de film zeggen over een gegeven moment, uh, don't read us out. Uh, en dan uh, splinter daar ook en splinter is een red. En dan zegt hij van, we don't say that over here. Uh, <laughs> Dat is wel uh, grappig. Uh, ja, 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 ja. Ik heb echt, echt heel veel gelachen hier in de film. Wa? Zeker, zeker. Ik heb echt genoten. Er zit echt heel veel grappig aan. Uh, uh, willen we nou conclusie en rating? Gaan we doen, denk ik. Ja, conclusie ja. en rating, Vooruit. Zoals ik al vertelde, uh, mijn verwachtingen waren gewoon weer hetzelfde. Hetzelfde verhaaltje, dit, dat. Ik dacht dat het heel erg kinderlijk zou zijn. En uiteindelijk ben ik gewoon blij, positief verrast. Ja. Ook meer door uh, de muziekkeuze, uh, de humor, zeg maar. Ja. Um, verhaal kunnen we niet zo heel veel over zeggen. is meestal Nee, want, het, ja, precies, uh, daarom. Ja. Maar wel over de humor inderdaad, is dan wel een part. Of de verhaal. Ja, um, dus ik ga voor... Ik ga voor... Ja, ik weet niet. Drie. Ik denk drie? Ja, ga voor een drietje. We ja. gaan jou nu shockeren. Jongen. Drie van de vijf. De animatie vond ik echt super vet. Mm. Laten we dat voorop stellen. Uh, veel beter dan de voorgaande mm. Ninja Turtle Films. Mm. Um, zoals gezegd, die anderen zagen er vrij ziek uit. Mm. Um, misschien moeten ze eerst naar de huisarts voordat ze een film gaan maken. <laughs> um, maar ja, de muziek van deze was echt super nice. Mm. Uh, de cast uh, was echt leuk. Uh, de humor was echt leuk. Het mm. script is een beetje hetzelfde. Ik vind het vet dat Jackie Chan uh, splinter was. Uh, ik denk niet dat je een beter iemand had uh, kunnen inzetten voor een rol als uh, een sensei. Denk ik ook niet. Um, ik vond het super tof. Ice Cube als uh, super vlaar. <laughs> dat vond ik echt super tof. Ja. Uh, ik kan niet wachten op een vervolg. Um, ik heb eindelijk soort van weer van yes dit is, ik hou van de mutant ninja turtles en mm -hmm. dit is ja voldeed aan mijn wensen soort van uh, mm -hmm. ik, vooraf had ik wel hoge verwachtingen ook aan de hand van wat ik had gezien in de trailers en zo uh, maar die meestal is dan als je heel veel verwachtingen hebt Valt het meestal heel vies tegen. kan het altijd tegen. Uh, ja. Maar dit was alles wat ik had verwacht, man, van een film. Ja. Uh, zoals muziek was ook echt geweldig. Uh, ik stond uh, net niet te dansen op de stoelen. <laughs> nou. uh, maar wat ik zei, ik ga je shockeren, ik zei Ik had echt gewoon 4,5, man. 4,5. Dus net geen legende Jerry-film. Dus. Mm, misschien de volgende. Weet ik niet. Uh, dit is wel een film wat ik misschien uh, door de jaren heen vaker kijk, ga kijken, man. En ik? zal kijken. Ja. Maar ja, ik het niet. Ik zeg nee. eerlijk, ik niet. Ja, hij is leuk, maar... Maar ik vind wel dat we even een tussenweg ja. moeten vinden, man. Jij zit echt wel heel laag. Vind je? Jij zit echt heel hoog. Ja, maar laten we eens kijken <kijkt> naar de ratings. Wat hadden we? 3,8. Is... Ja. Dan ik zit ik zin... er dichter bij dan jij. Heb ik het idee, toch? Nou, ja. <laughs> nou oh nee. zo even gewoon kijken. Ik zag er op Letterbox. letterbox. Ja. 7.000 mensen, 7.500 mensen zeggen drie sterren. Mm. En 12, bijna 13.000 mm. mensen zeggen 4,5. 15% zegt 4,5%. 9% zegt 3%. Dus dat is mijne, is nog wel gezonder. Laten we gewoon meegaan met de kudde, man. <laughs> Want uh, 38% is het meeste, zegt ja. 4%. Ben je het mee eens? Um... Maar ik ga geen 3,5 zeggen tegen dit, hè. En daar ga ik gewoon absoluut niet mee akkoord. Ja, ja, ik ga, ja, anders wordt het een hele lange aflevering dan. Ja, dan moeten we. Vier maar, ja. sterren. Ja. Uh, als wil je een ja. ja, vier sterren. Dames en heren, we geven tien minuten niet, niet dus, uh, aan dus doorders. het mee vier sterren. Wil je ja. een film nog adviseren aan mensen? Zou je zeggen van uh, jongens? Uh, nee. Dames en heren, nee? nee. <laughs> ja, om een keer kijken, ja, maar niet echt. Niet vaker? Niet zoals wat jij hebt, dat je het elk jaar moet zien. Dan denk ik ook van ik weer niet. Ik wil wel zeggen: als je van de 10 niet mutant Ninja Turtles vroeger hebt genoten, ga je nu net zo hard genieten van die film. Uh, vooral als je een fan bent, is die echt super tof. Mm. Uh, maar als je als je man beetje fan was vroeger, dan is dit echt leuk om te bekijken. Mm. Uh, ik ga hem denk ik wel vaker kijken dan één keer. Het is niet voor mij een film van ik kijk hem één keer en het is leuk geweest. Ja. Vandaar dat ik hem ook 4,5 sterren gaf. Dus ik wil hem zeker adviseren aan de mensen om uh, te gaan checken. Mm. Uh, hij draait nu nog in de bioscopen. Um, en later zou die denk ik op Paramount komen, aangezien ze al een serie hebben klaar liggen voor Paramount. Oh ja, waarschijnlijk wel, ja. ja, ja, ja. Uh, ik weet ja. dan niet waar die in Nederland te bekijken zou zijn. Uh, maar ja, dat is nog, ik zei het al, maanden verder. Ja, precies. Um, voor nu, nou, we het eindig van de aflevering. Uh, die Ninja Turtles geven we vier sterren. Um, ik zei vier en een half, ze dus zei drie. <laughs> we hebben het tussenweg gevonden. Uh, heb je nog een request voor een film? Laat het vooral weten via Instagram, De thevideocoiner. Um, dus ook zijn we te vinden op TikTok, de Videoconner. En op Facebook, de Videoconner. We zijn ook te vinden op Spotify, Apple Podcasts en YouTube. Vergeet daarop niet te abonneren. Uh, laat een rating achter, laat een like achter. Uh, vergeet, ja, mag ook natuurlijk altijd uh, reageren op onze video's. <laughs> altijd. Altijd. Uh, deel de podcast met je vrienden. En. Um, Familie en kennis ook. We zijn volgende week weer terug. Yes, klopt. En uh, tot dan. Doei. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. Wil je adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mel dan naar adverteren cornernl